de ontdekking van het afgelopen schaatsjaar zit hier gewoon aan mijn linkerkant. Hij won in zijn debuutseizoen al goud op het NK en daarna zelfs op het EK. En afgelopen weekend nam hij op het hoogste podium met WK Sprint definitief zijn plaats in tussen de absolute wereldtop. Jenning de Bo. Jenning de Bo, de gefocuste blik van de Nederlands kampioen 500 meter. De Bo, het Nederlandse fenomeen. Ziet er stabiel uit bij de Bo. De straaljager mogen horen. Kijk eens even. 34-65 voor Jenning de Bo. Dit is een geweldige tijd. Zij aan zij. 9-7. Zo, goed hoor. Voor de Bo. En nu genieten van zijn binnenbocht, want dat kan hij. Goed in de hoeken. Deze Jenning de Bo. Ja, hij verslaat hem hoor. Jenning de Bo. Nou, 34-27. Oh, wat een grandioze rit voor Jenning de Bo. En het verkrampte de Bo, grimas op het gezicht. Finish in 1-0-7, dat wel. Maar die 98 is net te weinig om Song Yang Ning van de titel te halen. 1, Song Yang Ning. 2, Jenning de Bo. En brons voor Laurent Dubreuil. Maar laten we niet vergeten hoe knap het ook is van Jenning de Bo. Die jongen is de revelatie van dit seizoen. Ja, ja. Een applaus voor ons. Naast zijn coach Gerard van Velde, de hoofdcoach van het team Regenborg, die zelf 21 jaar geleden ook zilver won op het WK Sprint. Ja. Toch even, hoe heb je dat dan gevierd? Wordt er dan nog een beetje gedronken en zo? Of, Ja, nou, dat is wel een feestje. Misschien kan je het ook wel horen. Ik heb ja? een beetje... Mijn stem was vanochtend kwijt. Ja? Maar ja, je bent het hele seizoen ben je van wedstrijd naar wedstrijd aan het leven. En dus dan is het allemaal heel strikt. Ja. En dan is het zo'n laatste wedstrijd van het seizoen. Dan kan je even een drankje doen met wat schaatsers. En dan ga je helemaal los. Ja, dat kan je wel horen. Dat kan je wel horen, ja. Ben jij dan iemand die als je aan het vieren bent gaat zingen? Of ben je gewoon een schreeuwer? Nou, meezingen natuurlijk, ja. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ga je even een feestje. En Patrick moest nog. En die ben ik ook aan het aanmoedigen. Dus dat valt ja, allemaal samen. Oké. Okay. Hoe is je lijf eigenlijk? Heb je nu pijn ergens? Nee, nu valt het mee. Ik ben nu alweer hersteld. Maar tijdens zo'n wedstrijd dan begint het allemaal een beetje te kraken te piepen. Ik zat het weekend te kijken en ik vond het echt spectaculair hoe jij werd geïnterviewd toen je net klaar was met de race. En nou ja, laten we even kijken hoe dat eraan toe gaat dan. Ik kan even niet zitten of staan. De dubbelpijn. Ah. Oh, ik ga even verder af. Ik kan gewoon niet zitten of staan. Ah. Wat doe je dan meestal? Liggen of zo? Ja, gewoon dit op en neer. Ja. Oké, ik ga weer zitten. Wat gebeurt er dan? Vertel eens. Wat zit er in dat lijf? Kijk, op zo'n 500 valt het nog wel mee. Kijk, dan ga je, maar op zo'n 1000 weet ik mezelf gewoon helemaal leeg te trekken. Dus je zag het ook net op het filmpje. Die laatste gaat heel moeilijk. Het wordt een beetje harken. Ja. En dan zitten de benen gewoon vol met zuur. Ja. En ik heb dan echt wel even een kwartiertje nodig om te herstellen. Maar ja, ik zat in de laatste rit. En dan na de race komt de NOS direct naar je toe voor een interview. Ja. Dan ben ik gewoon nog niet klaar om uit mijn woorden te komen. Dus dan ziet het er dus zo uit. En maar dan doet het dus ook echt pijn. Ja, dat is echt dat is pittig. Ik heb echt even, dan moet je even uitlopen, een beetje fietsen om even tot rust te komen. Ja, je zit dan nog heel hoog in je adrenaline. Gerard, hoe groot is dat talent wat naast jou zit? Ja, het is een heel groot talent. Ik weet nog dat vorig jaar dat ik gebeld werd toen wij een teamoverleg hadden door zijn trainer Dave. Dat hij eigenlijk wou gaan stoppen met shorttrack en wou gaan lange banen. En er willen wel meer mensen bij ons team rijden, gelukkig. Maar, dus we zaten eigenlijk al vol. Maar toen ik al deze specificaties van deze jongen zag... en we hadden dezelfde krachttrainer... Ja, toen kwam er al heel gauw uit. 1,95, kan zich heel mooi opvouwen. Enorme waardes in het krachthom. Je moet dus en lang zijn en je goed kunnen opvouwen. Ja, maar dat is in het lange baan schaatsen. Kijk, als je 60 kilometer per uur gaat en je bent zo groot... dan zie je toch wel op de rechte stukken kun je heel makkelijk snelheid maken. Maar de bocht is voor lange mensen vaak toch wel een probleem. Het heeft een bepaald optimum. Maar deze Jenning, die kan het gewoon eigenlijk allemaal. En dat zagen we eigenlijk gelijk al wel, dat iets heel moois zou kunnen worden. Ja. Wij zagen nog beeld, want dan heb je dus geschaatst. Dan moet je toch ook weer de volgende dag... En toen ben je met Kjeld Nuis, en ik weet niet wie nog meer... zijn jullie nog naar een of ander meertje gereden in het donker? Ja. Hoe koud was het water? Het was toen -2 buiten. Ja? Dus je ziet hier ons. We zijn met een auto het weiland ingereden. En we zijn naar een steigertje gereden. En toen Kjeld die gaat thuis nog wel eens zo'n ijsbad. En ik ben één keer eerder bij hem langs geweest. Dus ik heb het één keer eerder gedaan. Even in het koud water voor 2 minuten. En dat moet heel goed zijn voor jezelf. En had je dat idee ook? Van, nou, de dag daarna reed ik echt een supergoeie 500. Hoe vond je het op dat moment? Ja, nou, op dat moment vond ik het niet zo leuk.
Maar wat een contrast ook als je dan kijkt naar voetbalwereld of zo. Die hebben al die ijsbaden gewoon overal staan. En deze jongens, die rijden zelf. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, even de kouder afschudden. Had dit iets te maken met Rico Verhoeven, wat je hier aan het doen? Ja, dat toevallig kennen Kjeld en Rico elkaar goed. En die vechten ook natuurlijk. Maar je wil even die kou van je afschudden. Je staat helemaal te tintelen. Hoe kan je nou naar jezelf, als je iets uitzoomt van jezelf... Hè, kan je dan zien van, nou, ik zit nu aan mijn top? Of denk je dan van, joh... Je hebt nog niet de helft gezien. Nou, in principe is dit pas weer mijn eerste jaar lange baan. Ik ben ooit begonnen met lange baan en toen ben ik volledig gaan shorttrekken. En ik sta nu weer een jaar echt op de lange baan. Ik denk en ik zeg dat er nog veel meer te halen is. En ik heb af en toe ook echt wat gevoel dat ik misschien nog wel harder kan. Dus dat hopelijk belooft dat voor de toekomst. En wat bepaalt nou, want jij zei net van... je bent lang, je moet je goed kunnen opvouwen, zoals jij het zei, of dubbelvouwen. Mm-hmm. Maar wat bepaalt nou dat je... goed bent op bijvoorbeeld 5000 of een kilometer... maar misschien wat minder goed op de 10 kilometer. Wat bepaalt dat? Nou, veel snelle spiervezels, veel witte spiervezels. En bijvoorbeeld Patrick Roes heeft wat meer de rode spiervezel... wat beter doorbloed is. Nou, dit is gewoon echt een... als wij alle data doorkijken, een echte 500 meter man. Maar door zijn lengte en die lange hefbomen in zijn benen... Dan vergelijk ik hem altijd een beetje als Jeremy Waterspoon. Dat is een 5 keer wereldkampioen. Dus hij zou in theorie, denk ik, de 500 en de 1000 gewoon gigantisch hard kunnen rijden. Ja, en de 1500? Want dan denk je, ja. Die heb ik 1 keer gedaan in het zoen. Daarna ben ik knock-out gegaan en moest ik... Naar 1000 ging het al zo. Ja, dus laat staan naar 1500. Ja. Dat is misschien voor nu nog even een stapje te ver. Ja. Vooral een koude bad was niet voldoende om te... Nee. Want als je dan zo naar zo'n Jordan Stotts, hè, daar heb je natuurlijk ook naar gekeken. Heb je een beetje contact met zo iemand? Ja. Vorig jaar stond ik al tegen hem op het wereldkampioenschap junioren. Ja. Want wij zijn van dezelfde leeftijd. En hij doet natuurlijk ongelooflijk hoe hij rondrijdt. Maar via Instagram, via social media heb ik echt wel contact met hem. En op de wedstrijd spreek ik hem ook wel. Maar... ik ben geen beste vrienden natuurlijk. Nee, want je moet wel van hem winnen uiteindelijk. Precies, dat is wel het idee. Ja, dat is het plan. Jij doet natuurlijk al een tijdje, dat schaatsen. En in 2020 was je bij de Olympische Jeugdspelen. Ja. En toen werd je gevolgd door Zepsport. Ja. En daar moeten we even naar kijken, want dat is nog maar een paar jaar geleden. Maar moet je eens kijken wat een klein jochie je daar was. Al vroeg gaat de wekker. Goedemorgen, ik ben Jenning. Ik ben 15 jaar en dit is mijn laatste dag in Nederland voordat ik naar de Olympische Spelen ga. Ja. Hoeveel boterhammen eet je wel niet, zeg? Ik neem er 4 in de ochtend en dan neem ik ook nog 8 mee naar school. Dit was alweer de laatste training voor de Olympische Spelen. Morgen gaan we naar Zwitserland. Oké, succes hè. Dankjewel. 2 kasten, maar ik heb alles op de vloer neergelegd. Sorry, man. Ja, heerlijk, hè? Toch ook? Ja, 4 jaar geleden. Het is toch wel dat jouw leven gedurende deze periode... dat je nu op aarde bent, voor een heel groot gedeelte... op de ijsbaan zich heeft afgespeeld eigenlijk, hè? Ja, zeker weten. Het heeft altijd wel... ik ben begonnen toen ik 5 was. Ja. Dus sindsdien heb ik altijd wel meegedaan voor het podium. Dus dan, sindsdien... het is eigenlijk altijd topsport geweest. Ja. En is er dan een moment geweest dat je dacht van... ik vind het ene leuker dan het andere, omdat je die switch hebt gemaakt en weer terug bent gekomen. Ja, ik ben ooit begonnen dus met lange baan schaatsen. Ja. En toen op een gegeven moment heb ik wat shorttrekken uitgeprobeerd. En dat vond ik veel spannender, veel leuker. Ook wel leuk om naar te kijken. Ja. En dat heb ik eigenlijk fulltime gedaan tot vorig jaar. Toen had ik een wat minder seizoen. En toen kreeg ik zo'n kans. En ik dacht, die moet ik met 2 handen aan. Geweldige luxe dat je dan... Ja. Overstapt en vervolgens dit kan. Precies, ja. Dit is toch niet normaal? Dit had ik nooit verwacht natuurlijk. Dit is wel een droom die waar komt. Wat staat er nog op het schema voor de Spelen? Voor de Spelen? Ja. Wij hebben in 2026 natuurlijk de Spelen naar Milaan. Daar wil ik nu eigenlijk naartoe gaan werken. Ja, met welke afstanden? 500 en 1000. Ja. En that's it? Ik denk dat het vooral sprint, sprint. Ja, verder niet? Het gaat niet zoals meneer Stolz, die zelfs de 500 als de 10 kilometer gewoon beheerst. Dat is echt uniek. Ja. Wij houden denk ik bij 500 en 1000, dat is mooi zat. Ja. En in de tussentijd genieten we gewoon van jullie allebei. Dankjewel. Dankjewel. Dag.